weer tijd voor weggegooid geld. Jullie programma heet het Het Kan Niet Waar Wezen? Bijna goed. En u bent Luc van der Veer van de Partij voor de Beesten in Gelderland. U staat bij een kunstwerk in Zutphen langs de N348. Ja, dat is het Witte Lint. Dat is een kunstwerk dat de provincie heeft laten aanleggen bij de nieuwe rondweg rond Zutphen. Mij, Doris, moet in een hoek van 50 graden omhoog groeien zonder dat de bovengrondse verankering is. Het kunstwerk bestaat uit 1177 meidoorns die leunen op een wit paaltje. Ze groeien scheef. Hoe komt dat? Die zijn kunstmatig gevormd door de kweker. Scheve witte meidoorns. Ik vind het echt een prachtig plan. Moet je zien hoe dat eruit ziet als ze allemaal bloeien. Echt geweldig. Witte lint is eigenlijk de bedoeling om een soort symbolische weergave te geven van de mooie IJsselkade die je in Zutphen ziet. Het zou moeten passen bij, ik geloof, het aanzicht van de woningen aan de IJssel of iets dergelijks. Ja, dat ken ik wel. Dat zijn die mooie witte monumentale panden aan de IJsselkade. Witte meidoorns, de witte skyline van Zutphen, het witte lint. Prachtig. Er is zelfs een lied over. Sprak laatst een boom. Op weg naar zijn bloei, die somberend zei. Wat jammer dat ik hier groei. Ja, dit zijn de seniors van Zutphen bij het kunstwerk. Maar waar zijn die meidoorns nou? Je ziet, er staan alleen maar lege paaltjes. En een merendeel van de boompjes zijn weg. 18, 19, 20, 21 en daar nog 3, dat is 24. Oké, dus als ik goed met je meereken, dan zijn er in ieder geval meer dan 200 boompjes weg. Nou, er zijn er zelfs nog veel meer weg. Ruim de helft van de 1177 bomen is ten prooi gevallen aan de perenprachtkever. De Amsterdamse bomendeskundige Evert Ros weet er alles van. Zo rond 1990 ontdekten we in Amsterdam heel veel meidoorns die er slecht bij staan. En hebben we ook veel bomen zijn er toen dood gegaan en toen ontdekten we die perenprachtkever. En wat doet dat kevertje dan precies? Hier, dit is de larve van de perenprachtkever. En dat beestje, die graaft deze zigzaggangetjes. En als je maar genoeg van die gangetjes hebt, dan is het watertransport aan die boom is stagneert en de boom verwelkt. En die perenprachtkever zit inmiddels al in zoveel bomen dat we al bijna 30 jaar geen meidoorns meer planten in de Nederlandse steden. Omdat we weten dat die, door die gevoeligheid voor die perenprachtkever, de slagingskans erg laag is dat die boom het redt. De slagingskans erg laag. En wisten ze dat in Zutphen dan niet? De provincie is destijds gewaarschuwd door de Bomenstichting. Maar die hebben alle waarschuwingen naast zich neergelegd. En nou nog eens wat, waarom staan die bomen eigenlijk scheef? Ik heb geen idee waarom ze scheef staan. Het is niet goed voor de bomen. Het is onnatuurlijk. Het maakt de bomen denk ik extra kwetsbaar. Ik vind het een belachelijk gezicht. Ik vind bomen die moeten gewoon rechtop groeien. Dat is natuurlijk. Dit is alleen maar lastig voor deze bomen. Het is bomenmishandeling. Wat zegt u nou? Bomenmishandeling? Het is bomenmishandeling, ja. Maar zo wil je je hele leven toch ook niet staan? 567 meidoorns zijn er door de perenprachtkever aangetast. De provincie heeft ze gekapt en verbrand. En hoe gaat het nou met die andere 610 bomen? Degene die er toen nog stonden, die kregen het met de droogte heel erg te verduren. Dus die zijn er ook dood gegaan. Ja, al wat er nu nog rest zijn een paar verdorde boompjes en heel veel lege paaltjes. Het kostte een smak. Hoeveel ook alweer? Meer dan 1,6 miljoen. 1,6 miljoen voor een rij verdorde boompjes en lege paaltjes. Ja, dit project is een totaal fiasco. Het heeft 1,6 miljoen gekost en wat het gaat worden, geen idee. Wat jammer nou, want het was zo'n prachtig idee. U heeft misschien wel meegekregen dat de provincie Gelderland het project inmiddels ook als mislukt beschouwt. Nou, het wordt gebroed op nieuwe plannen voor de N348, het Witte Lint. Hoe moet dat nu met het Witte Lint? Ja, kent u ook gevallen waar de overheid door het lint is gegaan en geld heeft verspeeld? Laat het ons weten. Kan niet waar zijn. @bnnvara.nl. Ja, iedereen stoort zich wel eens aan iets of iemand en elke week nog.